Goedemiddag allemaal en ontzettend gaaf dat jullie er allemaal zijn. Het is mooi om te zien dat de zon gaat schijnen en we met elkaar de eerste samenloop voor hoop in Almelo zo dadelijk van start kunnen laten gaan. En ik moet zeggen, wij als organisatie zijn eigenlijk de afgelopen tijd steeds weer verrast door alle mensen die zich spontaan melden om mee te gaan lopen. En zo kan ik vertellen dat we meer dan 600 lopers hebben die de komende 24 uur rondjes gaan lopen op dit mooie voetbalveld. Die zitten in 33 teams maar liefst en ook dat is echt een unicum voor een stad als Almelo dat we gelijk kunnen starten tijdens de eerste samenloop met 33 teams. En eerlijk gezegd kunnen wij ook niet wachten om te gaan beginnen met deze eerste samenloop. En de burgemeester die gaat zo dadelijk de handelingsopening verrichten. En daarna dan wil ik graag uitnodigen onze eregasten die hier voor ons staan voor het podium om gezamenlijk de eerste ronde te gaan lopen onder de boog door. De burgemeester en ik zullen jullie uiteraard begeleiden, maar jullie zijn onze eregasten en gaan graag voor. Ik wens iedereen, ik heb nog een paar minuten te gaan, ik wens iedereen straks een fantastisch begin van deze samenloop voor hoop. Geef elkaar heel veel hoop deze 24 uur. Laat het een daverend succes zijn voor vooral de mensen die getroffen zijn, de families die getroffen zijn door die ziekte. Maar laat het ook een succes zijn voor deze mooie stad, deze mooie gemeenschap die we met elkaar vormen. Heel veel plezier. En heel erg veel succes door de op. Als je kijkt op de klok achter ons, die staat op 0, 0, 0. Dus dat betekent dat we 24 uur met elkaar hebben gelopen hier. Wij van de organisatie zijn natuurlijk niks zonder jullie. Dus ik zou willen beginnen om onze eregasten, alle bedrijven die belangeloos hebben meegewerkt, alle bezoekers, maar vooral jullie allemaal als lopers, van harte te bedanken voor alles wat je de afgelopen 24 uur voor ons hebt gedaan. En wij gaan een hele grote buiging voor jullie maken. Daar komt ie. 1, 2. Dan gaan we nu over tot het overdragen van het bedrag wat we met elkaar hebben opgehaald de afgelopen maanden. We zijn natuurlijk veel langer bezig geweest dan deze 24 uur. En er wordt nu tijd om de KWF over te gaan dragen. Actie opgeleverd. We zijn jullie echt super dankbaar voor dit mooie bedrag.